Geliefde gemeente van Christus. Wat hebben de Bijbel en het populaire televisieprogramma De Wereld Draait Door met elkaar te maken? In de 15 lange seizoenen dat dit veel bekeken programma draaide, was dat meestal erg weinig. Tot aan die allerlaatste uitzending op 27 maart vorig jaar. Misschien heeft u daar net als ik toen naar gekeken. En herinnert u zich nog hoe in die slotuitzending een bekend nummer van de Amerikaanse popgroep The Birds gezongen werd met de titel Turn, Turn, Turn. Een nummer dat al jarenlang in de top 2000 staat en dat straks voor ons zal doorklinken in het orgelspel na de preek. En dan herkent u de melodie ervan ongetwijfeld. To everything, turn, 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 there is a season. Turn, turn, turn. Zo begint het lied. Voor alles is er een tijd. De presentator Matthijs van Nieuwkerk vond juist dit een passend nummer, vertelde hij, voor die laatste aflevering van zijn programma. Er is een tijd om te beginnen en er is een tijd om te stoppen, leek hij daarmee te willen zeggen. En in dat steeds terugkerende refrein van het lied, turn, 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 hoorde hij, denk ik, de titel terug van zijn programma, De Wereld Draait Door. Het nummer werd die avond gezongen in een lege studio, zonder publiek, vanwege de coronamaatregelen. En de songtekst van dit lied, en ik weet niet of Matthijs van Nieuwkerk zich dat gerealiseerd heeft, is bijna letterlijk afkomstig uit de Bijbel en staat in het boek Prediker. Het is de passage die wij zojuist met elkaar gelezen hebben. En zo klonk er tijdens die laatste aflevering van dit populaire BNN-VARA-programma heel verrassend als slotakkoord een songtekst uit de Bijbel. Poëzie uit de derde eeuw voor Christus. Juist dit lied raakte me, omdat de tekst ervan zo treffend is voor deze tijd waarin wij leven. Dat was toen al zo, maar dat is nog steeds zo. Het lied, zoals dat daar in die uitzending gezongen werd, inspireerde me om deze woorden uit Prediker centraal te stellen en vandaag tot ons te laten spreken, hier in de kerk. Prediker is een boek waar niet vaak uit gelezen wordt in de kerk, ik zei het al. Wij zien het vanmorgen met elkaar dus maar als een eerste verkenning, een eerste kennismaking. Of misschien is het voor sommigen van u wel een hernieuwde kennismaking of een verdieping. Prediker behoort samen met het Bijbelboek Spreuken en het Bijbelboek Job tot de zogenaamde wijsheidsliteratuur. Het is een boek waarin wijsheid verzameld is. Een boek met een filosofisch karakter, waarin gedachtenflarden gebundeld zijn door de zogenaamde prediker. Een soort wijsheidsleraar die in zijn boek over zijn persoonlijke ervaringen schrijft, de gang van zaken in de wereld beschrijft. Een gang van zaken die hij heel nauwkeurig is nagegaan, zoals hij zelf in zijn boek zegt.
Zijn boek laat zich lezen als een aaneenrijging van los samenhangende uitspraken met steeds weer nieuwe thematieken. Het boek kreeg daardoor een geheel eigen toon en karakter en is daarmee een heel ander boek dan bijvoorbeeld de boeken die gaan over de geschiedenis van het volk Israël. Wie het boek schreef is onbekend. Waarschijnlijk ontstond het in de kringen van professionele schrijvers die in dienst waren van de paleizen en tempels uit die tijd. En werd het geschreven om kennis en praktische levenswijsheid door te geven. Het boek kent 3 poëtische passages. En op de bekendste daarvan concentreren wij ons vanmorgen. Het gedeelte laat zich het beste lezen als poëzie. Dat voelde u misschien ook wel aan tijdens de lezing ervan. Het laat zich het beste lezen als een gedicht over het menselijk leven in al zijn facetten. Maar liefst 28 keer klinkt het steeds terugkerende woord tijd. En telkens opnieuw klinkt diezelfde zin. Er is een tijd voor het een en er is een tijd voor het ander. Er is een tijd om te baren en er is een tijd om te sterven. Met die eerste zin omvat Prediker ons hele menselijke bestaan. Van ons prille begin tot ons einde. En in de zinnen die volgen schildert hij ons in rake bewoordingen alles wat zich daartussen afspeelt in mensenlevens. Alles wat zich daartussen afspeelt, tussen dat prille begin en dat einde. Er is een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Telkens plaatst Prediker 2 uitersten van ons bestaan tegenover elkaar. En ondanks het feit dat deze woorden eeuwen oud zijn, is de zeggingskracht ervan voor ons vandaag nog net zo groot. We kunnen onder de indruk raken van deze poëzie, van dit eeuwenoude gedicht met zijn scherpe tegenstellingen en zijn repeterende woorden. En ik denk, voor ieder van ons zal er een ander woord uit oplichten vandaag. Afhankelijk van hoe u hier zit. Van wat u met zich meedraagt. Wat er speelt in uw leven. Is het een tijd om te huilen? Een tijd om te lachen? Is het een tijd om te zoeken? Of een tijd om te verliezen? Is het een tijd om af te breken? Of is het een tijd om op te bouwen? Er is 1 zin in deze poëzie die ons vandaag allemaal raakt, denk ik. Die ons misschien wel meer raakt dan ooit tevoren. Een zin die in dit afgelopen jaar, tot op de dag van vandaag, ineens zo pijnlijk actueel geworden is. Die een realiteit geworden is in ons leven. Er is een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Wij zitten hier op 1,5 meter van elkaar. Wij hebben de bittere waarheid van deze woorden leren kennen afgelopen jaar. Wij missen de kus
om iemand te kunnen begroeten. Om iemand te feliciteren met zijn verjaardag. Wij missen de handdruk om ons te kunnen voorstellen. Wij missen het kleine gebaar van troost. Een gebaar waarin we zoveel meer kunnen uitdrukken dan met 1000 woorden. Wij missen het omhelzen van familie en vrienden. Een knuffel van onze kleinkinderen. Want juist in die kleine gebaren, in die kleine momenten van aanraking en contact, uiten wij onze liefde, onze genegenheid. Uiten wij onze verbondenheid. En daarmee ook iets van onze identiteit. Juist in die kleine gebaren schuilt iets heel essentieels. En daarom doet het ook zo'n pijn. Dat wij juist daarin beperkt worden. Daarom is deze tijd voor heel veel mensen ook zo schrijnend. Deze woorden uit Prediker doen ons beseffen dat wij ons leven niet in de hand hebben. Dat we de tijd waarin we leven niet in de hand hebben. Dat heel ons menselijk leven bestaat uit wisselende tijden, wisselende momenten, waarvan we er niet één blijvend kunnen vasthouden. Prediker tekent ons de grilligheid van ons bestaan. Wij kunnen zijn woorden als hard ervaren, als confronterend, als kil misschien zelfs. Het zijn woorden waar wij niet direct warm van worden misschien. Dat geldt ook voor die moeilijke, maar intrigerende woorden uit die passage vlak na het gedicht. Waar wij in de kerk graag spreken over Gods nabijheid, spreekt Prediker daar juist over de afstand tussen God en ons. Waar wij in de kerk graag spreken over hoe wij God kunnen leren kennen, spreekt Prediker daar juist over Gods ondoorgrondelijkheid. Waar wij in de kerk graag spreken over hoe wij God kunnen zien, spreekt Prediker hier juist over zijn verborgenheid. Prediker is nuchter. Hij relativeert. Hij relativeert ons kennen en ons inzicht. Ons inzicht in de tijd, ons inzicht in God. En misschien vinden wij hem wel te nuchter. Misschien vinden we dat hij wel te veel relativeert. Vinden we hem zelfs cynisch. Dat werd Prediker al vaker verweten in de geschiedenis van de kerk. Maar aan de andere kant, ik denk dat juist die nuchterheid van Prediker ook een verademing kan zijn voor ons vandaag. Juist in deze tijd, waarin wij aan de ene kant hoopvolle signalen krijgen over het aantal gevaccineerde mensen, een afname van het aantal patiënten op de IC, maar aan de andere kant nog steeds zorgen leven over het verloop van het virus, over mogelijke varianten die zich misschien nog zullen ontwikkelen. Juist nu kan Prediker een heilzaam, onnuchterende werking op ons hebben. Prediker biedt ons een heel ander geluid dan alles wat wij afgelopen week weer hoorden. Op deze zondag, waarop wij zoeken naar verstilling en verdieping te midden van alle rumoer, biedt Prediker van ons vandaag ons een ander perspectief. Een wijdser perspectief. Waardoor wij ons niet meer blind staren op het nu, maar als het ware uitzoomen. En samen met hem gaan inzien
Voor alles wat er gebeurt is er een uur. Er is een tijd voor alles onder de hemel. Kunnen wij troost en houvast vinden in deze woorden van Prediker? Dat er een tijd is om te huilen en een tijd is om te lachen. Dat er een tijd is om te dansen en een tijd is om te rouwen. Ik hoop het. Als wij ons ervoor openstellen en als Gods geest zijn verborgen werk onder ons doet. Het is een tijd om ons verre te houden van omhelzen. En het lukt ons maar heel moeilijk om daaraan te wennen, om het vol te houden. Prediker zegt nuchter: er zal ook weer een andere tijd komen. Er zal weer een tijd komen om te omhelzen. Er zal weer een tijd komen waarin de anderhalve meter samenleving plaats maakt voor een dicht bij elkaar samenleving. Er zal weer een tijd komen waarbij wij niet weer hoeven te loten om hier in de kerk te zitten, maar waarin wij elkaar weer allemaal kunnen ontmoeten. Wij hebben onze tijden niet in de hand. Wij weten niet hoe God werkzaam is onder ons. Maar samen met de eeuwenoude psalmen mogen wij zeggen: mijn tijden zijn in uw hand. Amen.